Syrisch restaurantje. Die hebben nog wel een film bij Utrecht, bij Mataham Suri. En hoe heet het? Want ik kan het niet uitspreken. Heet Opsage. En dat betekent Assage in het Syrisch. Ja. En vandaag gaat onze les over eten en hoe je dat bestelt. Ja. Wil je graag naar de aan de ekkel? Ga je naar de kieuw doen en dan kunt het op ekkel. Dus dan kom je hier binnen en zeg je, nou, ik wil graag iets eten. Oh, die voelt het toch met z'n aan, want allemaal ik heb heel veel marhaba, we staan ook een hallo, ik wil graag iets eten. Je maakt een marhaba en dan die oude woordje. En dan wijs je gewoon iets aan en dan zeggen we nou, ik wil die. Maar dan kunt het asher, alle hele zaken, dan kunt het asher. Hé, ik was aan het woord, bid die, ik wil die. Ik wil die graag. En kijk, hier liggen ook allemaal ingrediënten. Wat dat te maken als je het nu aan gewoon zo in af kunt doen, of voldoende zijn dat? En we kunnen wel wat aanwijzen. Dus dit bijvoorbeeld is een komkommer. Wat kunnen we aan willen gejaar, wat zijn dat? Komkommer. En tomaten. Tomaten, hier ben ik door. Citroenen. Citroenen, hier limoen. En dat zijn schijfjes citroen. Dat schijfjes zijn dat alleen maar, dat is raar echt limoen. En dit zijn olijven. Hey, olijven, hier is zeetoen. Dit zijn groene olijven en zwarte olijven. Groene en zwarte, dus gaat erom zoen. En dit is een heel grappig woord, dit zijn augurken. Augurken, ja. Augurken. Augurken, oké. Okay. Gewoon een gendel in Syrië. En deze groene blaadjes heet munt. Munt. Oh, nou, we laten. Munt. Ze hebben echt twee soorten dingen. Ze hebben in de oven, daar, op de saus, dat is de echte ding. Ja. Dus de oven? De oven. Dan komt het uit de oven. Komt het uit de oven. Ja, maar dat tot maar. Twee wel eens aan de vullen. Leuk en lekker. Het smaakt me. Hey.